Districtscommissaris, een DP Dingen van het Boven-Suriname gebied, is bezig te onderzoeken hoe de situatie met betrekking tot het nieuws over berovingen in het dorp Boetepassie precies ligt. De redactie verneemt dat het bekend toeristisch gebied wordt geteisterd door criminelen. De burgervader zegt ook te hebben vernomen dat er zich wat onsmakelijkheden hebben voorgedaan. Hij kan nog niet bevestigen dat er sprake is van stijging van criminaliteit en wil zich daarom oriënteren in het gebied. Op het moment dat hij de redactie vanmiddag te woord stond, reisde hij af naar het Boven-Suriname gebied. De redactie verneemt dat er op 27 december op één avond in 5 woningen is ingebroken. Deze week is een journalist die in Boetepassie woont slachtoffer geworden van een beroving. Het dorp telt enkele tientallen mensen die elkaar vaak genoeg heel goed kennen.